Is dat een stierenpiemel? Een stierenlul, ja. Een stierenlul? What? Oh, straks wil ik misschien. Oh! Alsjeblieft, box. 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 Knol Power! Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Deetje. Het is vandaag Koningsdag en ik heb daarom ook mijn shirt aangedaan. Speciaal voor Koningsdag. En vandaag is Bas jarig. Hij is op dit moment aan het douchen, maar voor de zekerheid ben ik een beetje stil. We zijn namelijk even een paar verrassingen voor hem aan het klaarzetten. Deetje die is hier bezig met de taart. We hebben echt een hele mooie taart. Ik ben hem nog even aan het versieren. Eventjes snel, last moment. Kijk, mooie kars erop. Hartelijk gefeliciteerd. We hebben straks een lekker ontbijtje met worstenbroodjes. Hè, Bumper heeft er ook zin in, high five. Goed zo, jongen. Je bent een baas. Box. Goed zo. Het is allebei hetzelfde, hè? We hebben alles klaargelegd voor Bas hier zo. Het ziet er super gezellig uit. Wat ballonnetjes. Cadeautjes. Oh. Dit zijn blijkbaar confettiballonnen. Ik heb ze nog nooit eerder gezien. Je moet ze wel schudden. Wil je dat er iets gebeurt? Maar ze zijn wel super leuk. Maar als ze knappen, Dee? Dan mag jij het opruimen. Leuk weer. Heeft Bumper ook zin in taart? Oh, taart. Lekker. Mmm. Oh, mooi. Heeft Bumper mooi. Ja, voor Koningsdag, hè? Ja. Het is wel een beetje een wijfje nu, hoor. Dan ben je knap, jongen. Wat ben je knap? Nou, hij kijkt er niet zo heel vrolijk bij. A few moments later. Niet zo zielig kijken, Bum. Weet hoe laat het is, hè? Nou, hij weet wat er gaat gebeuren, maar het is wel voor je eigen bestwil. Moet jij even Sophie vasthouden? Ja, ik moet even jou vasthouden. Rustig maar, Bump. Even oogdruppel. Andere, ik krijg wat lekkers. Bump, wat lekkers. Even oogjes kijken. Goed zo. Goed zo. Zal ik je nu wat lekkers geven dan? Voorzichtig, hè? Alsjeblieft. Ja, jij geniet er ook niet van, hè? Het is hapslik weg bij jou. Ja, nu heb je nergens meer om op te kouwen. Nu staan we op. Nu staan we op. Toch blijf je zitten in de hoop van dat je meer krijgt. Maar het is op, Bump. Het is op. Bas, kom je? Ja. Daar hebben we de jarige Job. Jarig Bumper! Zo, dat ruikt lekker. Oeh, lekker, lekker. Denk je dat hij weet wat het is, D? Ik denk dat hij zo'n vermoeden heeft. Ik heb werkelijk geen idee. D zegt al de afgelopen dagen tegen Bas. Hij heeft toch niet zo'n lekker parfummetje. Dus wat zal erin zitten? Ik zelf heel lekker vind, maar... Toch, zo moet het toch? Ja, zo. De alcohol moet de rest uit. Zo doen, hè? Je moet het wrijven. Je mag nooit wrijven inderdaad, want dan wrijf je het eruit. Deppen. Zo, die ruikt wel lekker, hoor. Zo. Oh, jeetje. Dankjewel. Alsjeblieft. Super lief. Hij zorgt er zelfs voor dat het worstenbrood de lucht weggaat. Snap je? Zo sterk is hij. Echt goede parfum. Wat zei je over mijn t-shirt? Een vet t-shirt. Dankjewel, man. T-shirt vind je vet. Voor dit cadeautje moet je ogen dicht doen. En dan gooi ik hem naar je toe. En dan doe je ogen open. En dan moet je hem vangen. Oké, dat mag niet uitpakken. Nee. Want ik heb geen inpakpapier. Komt het hard aan of niet? Nee, het valt wel mee. Oké, 1, 2, vang. Vang dan! Hey! Nee! Mooi basketbal, gek. Kijk, Bumper. Mooi basketbal. Dat was de bedoeling, hoor. Ja. Kijk hem! Hey. Heb je eindelijk een goede basketbal? Nice. Thanks, bro. Alsjeblieft. Nice. Het is mooi, hoor. Spanning is echt goed werk, joh. Voel je meteen. Oeh, ik shockte. Ik shockte hard. Ik zat zo, wow. Oei. Oké, komt de volgende. Okay. Weer mogen dicht? Ja, want ik heb geen inpakpapier. Nee, je moet gewoon je handen zo. Ja. Ik wou net zeggen, nu ga ik plassen over zijn handen. Oké, kijk eens aan. Hey, oeh, nice. Oh, oh, awesome. Oh, wat lange mouwen, dat is fucking rut. Je hebt wel ingepakt, ja. Ja, leuk sliertje. Helemaal jouw kleur. Super gruwelijk. Ja, echt wel. Dat kun je wel zien. Oh, echt blij mee. Ze zijn super mooie polootjes. Ik denk, doe even een mooi strikje op. Dan moet je ook erop laten, dat is wel leuk zo. Ja. Dat is wel schattig. Super nice.
Thanks, bro. Alsjeblieft. Ja, dat is echt mooi. Dat is wel jouw kleur, want je hebt nu ook zo'n shirt ervan aan. Ja, die kleur. Een beetje blauwig. Deze is mooi donkerblauw. Nou, kom, we gaan door naar de volgende, want ik wil die taart eten. Nog meer cadeautjes, gek. Oh, ja, de laatste. Dan kunnen we daarna taart eten. Oh, ik heb die taart. Oh. Ik wil taart. Ik ben ook een klant. Ik wil taart. Doe de wasmachine, vrouw. Harder! Oké, ik hoorde 6 of 7 schoten, ging ze van... Handtekening! Al die meme-pies. Oké, handen weer op. Ja? Ja. Ja. Oh, oké. Ga ik iets grappigs doen, ja, of ga ik echt... Dat zou ook nog niet in. Ik zat echt te kijken, zou ik iets grappigs doen of zou ik echt het cadeautje ik geven? Ik zo en ik dacht, ja, hij gaat dat lopen. Nee, komt-ie, ja? Komt-ie. Dat is doodeng, man. Oh, damn. Damn, Daniel. Oh, nice vestje, gek. Ik denk een keer een ander kleurtje. Hoppa, ja, inderdaad. Die is ook echt super. Nice. Leuk als je bruin bent. Mooie stof ook, joh. Ja. Dit is echt wel zo'n grote B, hoe weet je dit? Ja, gek. Nee, je bent ook een beste kerel. Nice. Nou, is er natuurlijk nog één ding. Zullen we allemaal bij passen, hè? Bas krijgt allemaal shirts, maar hoe die er nu uitziet is gewoon niet geschikt voor vandaag. Nee, dit kan echt niet, man. Het is Koningsdag, jij bent een koningskind en dan heb je gewoon blauw aan. Waarom? Oh, hebben jullie nog een limited edition? Ga maar even zitten, Bas. En doe je handen op en je ogen dicht. Want... Ja, ik krijg je ogen, hoor. Yes! Yes! Woo! Yes, buffet! Woo! Lekker, bro. Yeah! Yeah. Dat deed nog gek. Hij heeft netjes een hemd aan, hè, oma. Oma heeft een hemd aan, hoor. Moet altijd van oma. Van oma moet je een hemd aan. Oma zegt altijd tegen mij, Enzo, heb je wel een hemd aan vandaag? Heb je wel een hemd aan vandaag? Waarom? Nou, oma, je ziet het. Bas heeft een hemdje aan. Oh, dik, 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 dik. Oh, je voelt die kwaliteit ook gewoon meteen, joh. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het ook echt een hele goede kwaliteit. Ja, wat denk je? Dat moet ook, hoor. Hoppa gek, hoppa gek. Ja, blij mee. Thanks, broer, kom hier, wij gaan ook even hukken. Thanks, broer. Alsjeblieft, man. Dankjewel. Alsjeblieft. Waardeer ik. Oké, nu die taart aansnijden, lul. Nee, eerst, ho. Oh ja, eerst aan. Aansteken die dingen. Ik moet zo lang uitblazen. Denk wel, prik erin. Wow, D met vuur. Nou, dat is beter dan jij met vuur. Hij steekt meteen het hele pakje in de fik. Oh, ik wil ook eentje doen, mag ik die? Nee! Oh, die vlag! Ik stak gewoon de vlag in de fik. Sorry, Bas, je taart. Oh, dat stinkt ook echt knijter, zeg. Echt plastic verbrand. Kom op, de laatste. Af! Ah, fuck! Ah, shit, ik was vergeten. Ik had helemaal niks meer over. Ik was zo bezig met om te kijken of je aanging. Oh shit, kijk hoe weinig. Dat is echt heet. Nou, lang zal die leven. Lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Ja! Dankjewel, Bumper. Nou, in één keer alles uit, dan mag je mens doen. Ene. Hatsjoep me. Ja! Ja! Dank u. Je moet even goed kijken, want je hebt slagroom en mokka. Dus wat je wil, moet je snijden. Ja, ik wist het. Hij wil de hele taart. Nou, kom erop. Mooi? Yay. Wil je ook aan de andere kant heen? Nee, waarom heb jij hem aan één kant? Want dat vind ik leuker, maar Bas heeft hem wel aan twee kanten. Nee, ik doe wel gewoon ook aan twee kanten. Okay. Dan moet ik niet lachen. Nee. Wauw. Wauw, you're so pretty. Hey, Koningsdag. Voordat we gaan wil Bas eerst nog even een zwart masker proberen. Dus Bas die krijgt een beetje een zwarte neus. Ik heb blijkbaar allemaal stipjes op mijn neus, weet je wel? Van die... Ja, dat hebben heel veel mensen hoor, ik heb dat ook. Ja, dat heeft elk mens toch? Ja, de ene wat erger dan de ander. Die van jou zijn gone. Ja, die van mij zijn weg. Ik heb dit wel eens gedaan, ja. Dus dan doe je even zo'n zwart maskertje op. Ja. Nou, we gaan straks... koud. Het eindresultaat. Ja, we gaan straks het eindresultaat bekijken en dan gaan we het eraf trekken. Dat is namelijk het leukste gedeelte. Spannend!
Zo, het is in ieder geval goed zwart. Ik kan niet echt lachen, joh. En laat ik eens even... Wel voorzichtig, hè. Auw! Niet zo snel. Maar hij zit wel strak erop bij jou, hoor. Auw! Oh! Oh, ja, je ziet wel die puntjes, hoor. Ja, oh, dik. Ja. Moet ik straks wel even zien. Oh, fuck! Ik wist het ook gewoon, hè. Kijk. Wow, kijk eens even. Je hoort het geluid ervan. Zal ik nog even helpen? Ik ga niet trekken, hoor. Nee, ik ga niet trekken. Komt goed. Als je gaat trekken, echt waar, jongen. Ik sla je in je noten, jongen. Ja, je gaat trekken, hoor. Ik zie het al. Ah, de neusleugels. Ja, je onder doet pijn. Ik moet even aanspannen. Toma. Oh, dat jeukt. Kriebelt. Kijk dan hoe dat eruit ziet, joh. Oh! Je... Oh, wat doe je? Ja, ik wou in één keer zo doen. Oh. Mag ik het doen? Ja, doe maar. Gaan we in één keer, ja? Ben je er klaar voor? 2 nu, ja, yo. Hey. Oh! What? Even naar het race, kijk hoeveel puntjes. Allemaal puntjes, hé. Oh, ertussen zit er vast, er zitten haren vast. Ah! Oh! Is hij er helemaal af? Nee, hè? Nee, bijna. Ja, ah! Nou, nu moet je de rest even een beetje afpilken in de badkamer. Ja. Maar hé, nu heb je weer een... Een mooi neusje. Een fris neusje. Kijk eens even, wat een mooie vlaggen, mensen. Oh, en wat hebben we geluk met het weer, joh. Ja, dat komt allemaal door jouw verjaardag. Als jij een mooi brilletje wil, dan moet je het gewoon zeggen, hè, Bas. Het is jouw verjaardag. Okay. Ik bedoel... Als je een mooi brilletje wil, nou, hey, niet mijn zonnebril. Want dat is de laatste knophouder zonnebril. Nee, ik dacht eerder misschien... Ik krijg geen zo'n kopje, want ik heb te dikke kop. Nee, dit is hem toch niet. Nee. Als ik even zo kijk... Oh, wacht, ik zie hem al. Ik zie hem al. Dit is hem. Als hij kapot gaat, dan moet je even betalen, hè? Oh. Krijg je hem op je kop? Nou, net. Oh, deze is flex. Strak, hoor. Deze is flex. Als ik hem koop, hou je hem dan op? Nee. Hey, wat dacht je van in plaats van mijn knolpauwer zonder bril, gewoon knolpauwer rood? Nou, ja, die is wel baas, hoor. En ook nog blauw erbij ook nog. Vindt u hem mooi, mevrouw? Ja, leuk. Leuk plaatje zo. Ja, leuk. Dit is een bril voor jou. Kijk. Hey, hippie. Deze flex? Ja, man, die is echt dik. Yo, Bas, ik zie een gruwelijk pak voor jou, jongen. Kijk hier rechts. What? Wat is dat nou, joh? Dit is zo vet. Wat voorbij, hè? Ja, ik denk dat dit is om honing op te halen. Ik ga ervan uit dat ze hier honing verkopen of zo. Oh, mosterd. Oh, kijk hier, honing. Kijk, zie je dat? Dus ze hebben dat pak aangehad om de honing te krijgen. Lijkt me best wel gaaf om een keer te doen. Ja? Zo'n pak aan en dan zo'n dikke nest. Als iemand kijkt nest. En die kent iemand die dat doet. Ja, hoe heet het ook weer? Een imkerkorf of zo? Hoe heet het ook weer? Nou, ik weet niet. Verzamelaar. Honingverzamelaar. Met mijn grootste fan. De oudste fan. Oudste fan. Maar die er nog jong uitziet. Ja, jong van hart. Ja, precies. Kijk eens aan. Alsjeblieft, box. Box. Hey, fijne dag nog, hè? Jij ook, hè? Doei. Die hard fans, hoor je. Dat was me een van de oudste fans. Ik ben een keer iemand tegengekomen die was bijna 80. Deze was 72. Maar hey, fans jong en oud, kan allemaal. Dikke flamingo poot. Wat is dat? Mag je me spakken? Ik ben een stier. Mag je spakken? Ja, dat mag. Oh, dat is een stierpiemel. Nee, joh. Hey, allemaal snel door. Ja? Ja, echt? Is dat een stierpiemel? Een stierenlul, ja. Een stierenlul? What? En dat noemen we een bullebeet. Een bullebeet? Dat is flink. Hangt hij bijna op de grond, gek. Wat? Dat is gewoon echt een stierenpiemel. Nee. Wat? Wat bedoel je? Is dat duur, zo'n stierenpiemel? 7,95. 7,95. Zou jij je piemel verkopen voor 7,95? Tientje zou ik het wel doen. Zo, wat een gekkigheid. Nou, we nemen deze in ieder geval mee. Kies jij nog maar wat lekkers uit voor Ben? Ja, een nekspier. Ja, een nekspier? Ja. Ik neem er maar 3. Oké, dan nemen we deze. Dit is een nekspier. Mmm, lekker. Oh, Bumper gaat zo blij zijn. Kijk dan, lijkt wel het een, lijkt wel, als je een die, hamburger. Als je die, ja, als je die in de koektrommel doet, dan zou jij ze opeten. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Maak er maar 8 van, hoor. Dankjewel. Ja, super. Dankjewel. Oh, we krijgen er 2 koekjes bij. Lekker. Oh, gaan we delen, hè? Ja. Dankjewel. Hey, doei. Dat was de kraan voor Bumper. En nu gaan we naar de kraan voor D.
getrapt. Ja, staat weer bij de snoepjes. Ik raak je heel even uit het oog. Ik dacht, waar kan Deen nou zijn? Ik kijk omheen, ik zie een snoepjeswinkel en daar staat weer. Maar als we iets lekkers voor Bumper mogen, dan mogen we ook iets lekkers voor Deen. Oh, zo werkt dat. Ja. Als Deen een smoesje kan bedenken om snoep te kopen, dan doet ze dat meteen. Oh, dat is tandpasta. Hebben jullie ook altijd zo'n salmiak potje? Dit. Zwart-wit. Ja, dit. Zo lekker. Dat is zwart-wit poeder, Bas. En zit dan met een lepeltje. Weet je hoe vaak ik dat eet? Oh, deze is helemaal blij. Kijk. We hebben hier wat lekkere hapjes. Kip, aardappeltjes, vlees, broodjes. Koningsdag. We hebben even een kokosbol gehaald. En ik heb een kokosbol naturel. En Bas die heeft... Wat heb jij? Appelkaneel. Ja. Proef je dat niet of zo? Nee, je proeft voornamelijk kokos, want ja, het is een kokosbol. Ik vind dat zo lekker, kokos. Je proeft wel echt dat ze zijn vers gebakken, hè? Heerlijk. Wel lekker, hoor. Ze zijn nog een beetje warm zelfs. Kijk eens wat ik voor jou heb meegenomen. Een lekkere kokosbol. Wij hebben er ook net eentje op. Hij is echt... Ja, nee, dat is serieus zo. Ah, ja, ja, ja. Is niet wel zo'n grapje als, hè? Nee, 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 serieus niet. Maar ik vind een kokosbol echt super lekker. Ah, doe je het? Ah, nee, grapje. Vind je het lekker? Het is rumrozijn. Het is rum. Mag hij helemaal niet. Nee, daarom geef ik het ook aan hem. Maar dan wil ik het helemaal niet opeten. Nee, het is gewoon smaakrumrozijn. Er zit niet echt rum in. Dat is goed, want ik wil geen alcohol in mijn lichaam. Nee, dat weet ik. Ik ook niet. Nee. Deetje? Ik hoef ook geen alcohol in mijn lichaam. Oh. Bumper, die wil wel wat. We hebben voor jou ook wat meegenomen. Een stierenpimmel! Nee, we pakken het er even bij, Bump. Zo! Knijters, Bumper. Oh. Oh, dit wil hij zo graag, hè? Alsjeblieft, jongen. Zo. Oh, hier gaat hij van genieten. Oh, heerlijk, zeg. Ja, ga maar lekker eten. Ja, hoe ga je dat nou opeten, hè? Hoe ga je dat nou opeten? Hoe ga je dat nou aanpakken? Lekker, hè? Oh, je gaat hier heel lang over doen, denk ik. Echt heel lang. Word jij even verwend, jongen? Hey, ho! Gezondheid. Zo, wat gaan we doen? Pannenkoeken. Juist. Lekker, man. Even de vertaling. We gaan pannenkoeken eten. Zo, we zijn bij het pannenkoekenhuis. Pannenkoek frikandel speciaal. Ga je die nemen? Je hebt dat gewoon hier, hè? Een pannenkoek frikandel speciaal. Bas, moest je hem nou laten struikelen? Ah, potloden! Kleurplaten! Yay! Oh, dit is zo fijn. Kijk. Nee, dat kind helpt omdat ze heeft dit gejat van het kind. Ja, okay. En die kleurplaat ook, die hebben wij nu. Nee, geintje hoor. Even serieus, wel een... Wat? Een patatje pannenkoek? Nou, ze hebben hier echt de gekste pannenkoeken. Hey, weet jij wat je wil? Ja, ik wil eigenlijk een pannenkoek met jam, maar die hebben ze dus niet. Oh, ze hebben wel frikandel speciaal, maar niet met jam. Nee. Wat? Wat neem jij deze? Kleurplaat. Kleurplaat? Voor concentratie. Dit is heel serieus werk, Bas. Pannenkoek met ham, dat is mijn pannenkoek. Jij hebt een pannenkoek met spek, champignon en ui? Ja. Ziet er ook lekker uit. Oh, het is gewoon gelukt. Het is gelukt, Quinn. Hij is het. Je hebt hem met jam. En wat heb jij, Deetje? Ik heb spek en ik heb poedersuiker en ik heb stroop. Ziet er ook heel goed uit. En dit is de pannenkoek van D. De pannenkoek, ik bedoel de kleurplaat. Dit is de kleurplaat van D. En dit is mijn kleurplaat. Oh, ik ga zo lekker. Laat weten wie volgens jullie de leukste heeft gemaakt. Oké, okay? Dit is die van mij. En dit is die van D. Ik ben nog niet klaar. Nee, we zijn allebei nog niet klaar. Maar welke vinden jullie het leukst? Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria.
Hier hebben de piep. Hoera. Hier hebben de piep. Hoera. Nou, kijk eens even. Wat attent. Dank u. Super leuk. En nog een hier zo? Ja, super. 25e verjaardag in het pannenkoekenhuis. Ja. Met bij de vuurwerk. Wat wil je? En toen kwam ik thuis met een veel te volle maag door die pannenkoek. Oh, wat vulde die. Dat was echt niet te geloven. En ben ik lekker gaan slapen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zie jullie morgen allemaal bij een nieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power!